Goedenavond, topneems iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. En wij houden van vervolgverhalen, Stekel. We vinden het leuk als mensen langskomen die een keertje eerder hier zijn geweest om te vertellen hoe het nu met ze gaat. Soms kan dat goed zijn. We hebben ook als mensen gehad die kwamen vertellen waar het mis was gegaan onderweg. Dat vinden we allebei heel waardevol. Ronald, jij bent van Stucom. Ja. Voor wie niet meegekeken heeft, begin 2016. Wat doen jullie? Ja, toen waren we heel erg gericht op een app, simpelweg om de informatievoorziening naar studenten te verbeteren. En wat we nu zijn geworden, is eigenlijk een technologiepartner van de onderwijsinstellingen. Waarbij je ziet dat wij in de afgelopen 4 jaar ontzettend veel kennis hebben vergaard van die student. En daardoor nu ook worden gevraagd door de directies en colleges van de universiteiten, hogescholen en ROC's om te komen sparren. En weten wat de technologie kan. En binnen die driehoek bieden we eigenlijk onze producten aan. Met het primaire product, de studenten-app. Dus daar zijn we mee begonnen. Daarvoor zat ik hier ook toen een paar jaar geleden. Ja, maar dat is nog wel steeds je belangrijkste... Dat is nog steeds ons belangrijkste product. Ja. Ja. Intussen hebben we nog een open dag-app gelanceerd. Omdat we zagen dat dat nog allemaal met papier ging en registraties en geen digitale boekjes. En dat kon je heel anders inrichten. En een registratie-app. Dus op het moment dat je zoon zich registreert bij een hogeschool, ja. Dan vanaf het moment dat je bent geregistreerd, krijg je informatie via de WhatsApp, e-mail, brieven en allerlei andere middelen. En dat stroomlijnen wij nu in een app. En dat het allemaal overzichtelijk is en je ook als student je pasfoto's kan uploaden. En die app wordt geüpdate naar de studenten-app. Dus je hebt eigenlijk de open dagen, dan ben je aan het oriënteren, dan heb je de registratie en dan heb je... Dus het daadwerkelijke studeren. Okay, en 2 jaar geleden zat je midden in de sales. Dus ja. Je verkocht het toen aan universiteiten en hogescholen. Ja. De eindgebruiker betaalde niet. Dat is nog steeds zo? Ja, dat is nog steeds zo. En toen had je geloof ik 8 klanten. Ja. Kun je iets zeggen over je marktaandeel? Hoe hard jullie gegroeid zijn? Ja, we zijn nu... gelukkig zijn we gegroeid. Ja? Dus dat is heel fijn. Ja. We zijn nu gegroeid naar... 25 klanten die live staan. Dus universiteiten en hogescholen. En ROC's. Ja. Ja, dus dit is een totale markt van ongeveer 1 miljoen studenten. En dat is het ene jaar wat meer, het andere jaar wat minder op inschrijving. En dat is ongeveer nu iets onder de 600.000 users. Dus iets onder de 60% aan marktaandeel. Zo, dat is behoorlijk. Ja, daar zijn we heel trots op. Ja. Ja. Heel hard voor gewerkt. Ja. En dat verklaart natuurlijk ook omdat jullie letterlijk in de broekzak zitten van zo'n groot percentage studenten. Verklaart natuurlijk ook dat je inderdaad gesprekspartner bent geworden. Van, ja, en dat is echt heel leuk. Dat is echt heel gaaf. Want dan zit je veel minder te praten over features die je hebt die je wil verkopen. En je zit veel meer te praten met... je zit veel meer te praten over de problemen die binnen zo'n onderwijsinstelling zich afspelen in de randprocessen. Dus niet zozeer in het onderwijs, in de inhoud van het onderwijs hebben wij niet zoveel mee te maken. Maar wel met alles daaromheen. Ja, voor wie het niet weet, wat doen jullie dan precies in die studenten? Nou, in die studenten, welke functie heeft dat? Ja, in een basale zin zijn het je roosters, je cijfers, je studievoortgang, notificaties over aan- en afwezigheid. In het mbo je ziek kunnen melden en je aanwezig kunnen registreren. Dat zijn echt de basiselementen. En nu zie je dat er allerlei dingen aan toegevoegd worden, wat wij zien enorme waarde hebben voor de studenten, zoals bijvoorbeeld het livestreamen van colleges. En het bijvoorbeeld het aanbieden van bijbanen voor studenten. Of housing facilities. Relaties zag ik ook ergens langskomen, toch? Ja, dat was een 1 april grap. Klopt wel, ja. Google haalt nog steeds naar voren in ieder geval. Nou, dan is die goed geregistreerd. Ja, klopt. Ja, die viel wel goed. Ja. Dus dat is in de basale zin de essentie ervan. En wat je ziet is dat we gegroeid zijn van zo'n informatie-app. Dus eigenlijk eerst hebben we onderwijsstellingen geholpen om van websites naar een app te gaan, om daar eens over na te denken. En nu zie je dat we van een informatie-app naar eigenlijk een personal assistant zijn gegaan. Dus onze app die denkt met je mee, die geeft je advies. Dus wat ik echt heel cool vind, is dat als je nu bijvoorbeeld een onvoldoende haalt, 4 of zo voor een vak, vroeger was het gewoon, je hebt 4. En nu bieden we de context aan van die 4. Dus stel je voor, je hebt economie 4 gehaald. Maar wat betekent dat nou voor mijn studie? Mag ik nog een herkansing doen? Zo ja, kan ik dat gelijk doen? Wie zijn mijn begeleiders? Kan ik daarmee in contact komen? Mag ik nog afstuderen?
mag ik nog een stage lopen? Dus je ziet eigenlijk wat voor impact dat het met heeft. En vervolgens bieden we daar ook een actie bij aan. Dat wil ik me dan gelijk afvragen, want ik herinner me dat gesprek van 2 jaar geleden nog. Toen vertelde je wat voor ongelooflijk koppijn dossier het was om met al die IT-systemen van al die scholen te integreren. Ja. Want niets is hetzelfde. Het zijn allemaal aan elkaar getaped in een houtje, touwtje, een roostersysteem en een weet ik wat, allemaal aan elkaar geplakt. Ja. Hoe meer informatie je gaat bieden, hoe groter dat koppijn dossier wordt. Of zie ik dat nou verkeerd? Nee, dat zie je niet verkeerd. Nee, nee eigenlijk. We zijn er in 4 jaar heel erg goed in geworden, gelukkig. Okay. Het is nog steeds heel complex hoor. En het is heel... Want je gaat steeds meer functionaliteit bieden. Ik bedoel, die 4 uit het informatiesysteem waarin de cijfers bijgehouden worden, is natuurlijk 1 ding. Is een ander systeem. Maar dan de context dan, bieden, ja, dat komt waarschijnlijk uit een ander systeem. Ja, dus wat en misschien wel uit 2, 3 of 4. Nee, dat is helemaal waar. Vaker uit 4 dan uit minder. Dus wat wij hebben gedaan is, we hebben een stukje technologie, tenminste, de echte die-hard nerds bij ons, die hebben een stukje technologie ontwikkeld waarin dat mogelijk is. En waarin het dus ook nog eens persoonlijk wordt gemaakt als je 1 keer inlogt. En dat helemaal bij elkaar wordt gebracht in die ene app. En daar zijn we wel heel erg trots op dat we dat in 4 jaar naar zo'n hoog level hebben kunnen tillen. Dat was echt het moeilijkste. En dat is nog steeds moeilijk, want onderwijsstellingen wisselen ook van systemen. Dan gaat die eruit, komt er weer een andere in. Ja. En dan zeggen ze van, het is misschien ook wel leuk om iets met automated chatbots te doen. Want onze klantenservice willen we automatiseren. Als iemand een vraag heeft, moet hij zelf nadenken, die technologie. Kun je ook niet zoiets inbouwen. Het zijn natuurlijk hartstikke mooie vraagstukken. Maar maakt het niet per se simpeler. Ja. Dus wat dat betreft hebben we ook al technologische uitdagingen. Dus we hebben wel echt goede nerds nodig. Ja, weet je, wat je aan het begin nu zei je van... we zijn eigenlijk steeds meer partner geworden van de bedrijven met en voor wie we werken. Toen dacht ik even, maar ben je dus nu, zijn jullie nu meer consultants dan een... Nee, we zijn echt een techbedrijf nog steeds. Ja. Dus we hebben geen consultants in dienst. Dus kijk, mijn rol is veranderd. Dus en de rol van, we hebben een directeur erbij aangenomen. Dus je krijgt zelf een andere rol. En wat ik heel erg leuk vind is om die concepten uit te werken. Samen met 2 andere collega's. En dan gaan we langs bij die onderwijsstelling. Maar dat is niet in de vorm van een consult. We sturen geen factuur naar zo'n gesprek. Nee. Want waarom? Omdat wij heel veel ophalen wat we natuurlijk ook weer bij andere onderwijsstellingen kunnen aanbieden of mee kunnen brainstormen. Ja. En dat is eigenlijk een heel groot gedeelte van onze toegevoegde waarde. Volgens mij moeten wij gewoon een techbedrijf blijven. Ja, en de kracht zit hem dan vooral in, zoals je het eigenlijk zegt, dat iets wat je voor de ene school ontwikkelt, komt voor de andere ook beschikbaar. Want jullie werken vanuit 1 codebase. Iedereen heeft hetzelfde. Ja, ja, ja zeker. Anders is het heel moeilijk beheersbaar. Ja, en is het nou wel zo dat er ergens een einde is aan de variatie in roostersystemen? Jawel, ja. Dus dat het wel zo is dat school 25 is makkelijker aan te sluiten dan nummer 11? Ja, dat is waar. Ja, het wordt wel steeds makkelijker. Ja, ja, de uitdaging daarin zit weer is dat er zitten natuurlijk goede mensen bij die onderwijsinstelling die ook nadenken over hoe zij zo'n roosterpakket willen gebruiken. Dus zij gebruiken het anders. A gebruikt het anders dan B. Mm-hmm. En dat is voor ons complex. Ja. Omdat je die data er dan op een andere manier uit moet halen. Dus daar zit vaak een integratievraagstuk. Wordt het inmiddels wel eens omgedraaid? Omdat jullie eigenlijk het communicatiekanaal zijn geworden tussen universiteit en student. En een rooster is leuk, maar als je de student het niet krijgt, heb je er niks aan. Ja. Vragen ze jullie wel eens van, goh, help ons met de keuze van een nieuw roostersysteem? Of help ons met het beter gebruiken van onze IT-systemen? Ja, ze vragen ons om advies. Vaak weten ze het zelf ook wel hoor. Dus het is een relatief kleine wereld. Er wordt heel veel met elkaar gesproken. Er zijn gelukkig niet 100 van dat soort aanbieders. Dus er zijn een aantal goede systemen. Of er komt een nieuwe, nieuw kid in town. En die een heel goed product heeft. En dat gaat vrij snel. En dan vragen ze wel aan ons van, hebben jullie daar ervaring mee? Kennen jullie die jongens? Dat soort dingen. Dus je zit in plaats van tegenover ze, zit je naast ze. En dan kan je wel advies geven. Dat is echt heel leuk. Ja. Ja, hey, en je zegt, je bent gegroeid van, toen volgens mij 7 of 8, 2 jaar geleden. Ja. Naar 25, 30 instellingen. In termen van personeel, hoe vertaalt ze dat? Hoe groot zijn jullie geworden? We zijn nu ongeveer met 30 mensen. 30 mensen, okay. Dat is een serieus bedrijf. Dat is ook wel een serieuze management uitdaging. Maar je gaat eigenlijk net aan dat je eigen rol veranderd is. Ja. Vertel daar eens iets over. Van wat deed jij toen en wat doe je nu en hoe is je dat bevallen?
Toen was ik heel, dat zei je net, heel erg gericht op sales, was ook echt wat nodig. We hadden het voor de uitzending heel kort over, maar ja, wij geloven gewoon heel erg in klanten en gebruikers. Als je genoeg waarde biedt, dan is men dan bereid ervoor te betalen. Dus wij hadden niet het businessmodel om geld op te halen. Dus we hebben relatief laat, toen we al een winstgevend bedrijf waren op dat moment, hebben we een fundingronde gedaan. En mijn rol die is vooral het afgelopen jaar veranderd, omdat we in het hele jaar 2017 hebben wij volledig in het teken gesteld van professionaliseren. Dus als je als start-up begint, dan zegt zo'n universiteit, ja, natuurlijk snappen we dat dat nog even tussen neus en lippen door even wordt gefixt. Mm-hmm. Maar als je inderdaad op een gegeven moment op een schaalgrootte komt waar we nu zitten, dan zeggen ze, ja, we willen eigenlijk wel gewoon een klantenservice en ons tickets kunnen inschieten. Ja. En we willen daar gewoon een professionele organisatie hebben. Ja, misschien nou, zelfs wel een service level agreement. Zeker, dus die sluiten we ook af. Dus wij hadden daar helemaal, tenminste, ik had daar helemaal geen kennis van. Dus toen hebben we een directeur binnengehaald, Edwin Floren. Ik heb ooit nog bij zijn bedrijf stage gelopen toen ik studeerde. Ervaren man, ondernemer. En die heeft skills op dat gebied. Dus die is daar vol mee aan de slag gegaan. En we hebben het bedrijf, was ik heel blij dat hij dat deed, het bedrijf heel goed gestabiliseerd samen met mijn businesspartner William. Die voor de technologie verantwoordelijk is. Ja. Heel inhoudelijk bezig is, dat ben ik helemaal niet. Dus ik had opeens mijn handen vrij. Ja, en wat ga je dan doen? Ja, tenminste in mijn geval is, dan ga je allemaal creatieve nieuwe dingen verzinnen. Waar sommige mensen heel moe van worden. Maar er zit niet iedereen al tot te wachten. Ja, maar als je net de operatie aan het stabiliseren bent. Ja, nee, precies. Ja. Dat was soms ook wel echt wel wrijving. Maar gelukkig waardeerde iedereen mij in mijn rol. En ja, daardoor zijn er allerlei nieuwe innovaties in het product gekomen. En kon ik die gesprekken aangaan. En daar was ik heel blij mee. Dus kon ik met die onderwijsinstellingen kon ik gaan zitten en bij ons uitnodigen. Dus ook HBO met universiteit tegelijk in een brainstorm sessie. Dat is heel, heel interessant. Waarom? Omdat ze min of meer dezelfde studenten hebben, maar toch niet. En min of meer dezelfde uitdaging, maar ook weer niet. Dus dat is heel grappig om te zien hoe dat gaat. Hè? Een redelijk praktisch georiënteerde HBO-student en een redelijk theoretisch georiënteerde universitaire student. Hoe ga je daarmee om? Ja. Nou, dus dat soort. En het was helemaal niet per se om ons product dan aan de man te brengen, want het waren al klanten. Maar gewoon de waarde van dat je die mensen met elkaar in contact brengt, ja, dat vind ik heel leuk om te faciliteren. Hey, maar wat je zegt, hè, we hebben een directeur aangetrokken, et cetera. Betekent dat jouw zeggenschap in het bedrijf en in de dagelijkse gang van zaken veranderd is? Ben je nog even belangrijker dan dat je 2 jaar geleden was? Hè? Nee, en dat is wel heel fijn eigenlijk. Als ja, ik het zo mag zeggen. Dat is mijn vraag eigenlijk nu een beetje. Want wat er veranderd is, wat doet dat voor jou? Wat betekent dat geeft voor jouzelf? Het geeft mij heel veel rust, omdat ik erachter ben gekomen dat ik heel veel dingen niet kan. En een van die dingen is dus 30 man leiding geven. Dus dan moet ik dat ook niet doen, dus dat doet iemand anders. En waarom ben ik minder belangrijk geworden? De organisatie is dus stabieler geworden. Dus wij proberen een stukommer eigenlijk zelf de macht en kracht te geven om beslissingen te nemen. En als die er niet uitkomt, dan zijn we er. En dat is wel moeilijk, want dan laat je heel veel los. Hè? Je laat eigenlijk een stukje los van je kindje, als het bijvoorbeeld gaat over de business. Ja. Nou, en als ik zie hoe die mensen dat oppakken, ja, fantastisch. Gaat natuurlijk echt wel mis af en toe. En dan is het belangrijk hoe je erop reageert. Dus daar hebben William en ik, mijn co-founder, heel lang over gediscussieerd. Ja. Van het mag misgaan, maar geen catastrofale fouten, dan willen we wel kunnen ingrijpen. Ja. En anders wijzen op de fout. En het liefst 90% in het positieve. En dan 10% uitleggen waarom dat beter kan. Heeft je moeite gekost? Ja, waarom? Omdat je in die 4 jaar heel veel dingen al weet en snapt. En een beetje op de automatische piloot doet. En dan is het soms best wel moeilijk om iemand anders het te laten doen die dat nog niet weet. Ja, die dus anders gaat die misschien dezelfde fout weer moet maken. Ja, maar je kan anders niet groeien, hè? Nee. Je kan anders heel moeilijk met andere dingen bezig zijn als je overal maar op moet zitten. En dat past ook gelukkig wat minder bij mijn karakter. En ook bij het deel van het bedrijf dat ik aanstuur. Kijk, als je naar onze IT-kant kijkt, de meeste developers vinden het gewoon heel fijn om een takenlijst te krijgen. En duidelijk te kunnen afwerken in een week. Ja. Dus dat is en veel meer top-down georiënteerd. En bij business en marketing en bij projectmanagement. Ja, projectmanagement ook wel, maar business marketing ligt dat toch wel wat anders. Ja. Ja. En dat is waar jouw focus en je liefde ligt. Ja, absoluut. Ja, heel leuk. Hey,
Jullie, dat herinner ik me ook heel goed van het vorige gesprek. Toen zei je ook, nou, wij, ons businessmodel is niet het je helemaal richten op het ophalen van, ja, van investeringsgeld, van funding. Dat hadden jullie toen ook nog niet gedaan. Nee. Vorig jaar hebben jullie besloten om toch een ronde te doen. Ja, iets eerder nog, in eind 2016. Eind 2016. Ik las dat dat ook bedoeld was. Er werd ook gesproken over buitenland. Waar hebben jullie dat geld in eerste instantie voor gebruikt, behalve dat stabiliseren? Want dat, ja, dat is wel dat duidelijk. Heb je al verteld. Ja. Het staat dan voor een groot gedeelte op de bank. Ja, want het buitenland blijft... Het blijft heel interessant, maar wij zijn er ook achter gekomen dat er in Nederland... Kijk, je moet niet naar het buitenland gaan om naar het buitenland te gaan, zijn we achtergekomen. En het is ook wel heel interessant, mensen zeggen ja, een relatief kleine markt, de onderwijsmarkt in Nederland. Maar het is maar net hoe je het bekijkt. Als je natuurlijk ook andere diensten kan aanbieden, ik noemde net al twee andere producten bijvoorbeeld. Die hadden we toen nog niet. Of je kan verdiepen en je kan bijvoorbeeld, dat bieden we nu aan, in onze app een matchmaking voor mensen die een bijbaan zoeken of een stage. Toch een matchmaking, zie je? Er zit toch iets met die matchmaking. Ja. Voor bijbanen. Liefde, die komt alsnog. Liefde komt misschien nog. Ja. Voor bijbanen en stages en traineeships. Dat bedrijven heel erg graag willen betalen om hun banen aan te bieden in deze app. Ja, met het bereik wat jullie hebben onder studenten, ja, is ja, dat natuurlijk... En dat gaat natuurlijk altijd in samenwerking met onze klanten. Dus de universiteiten weten dat en die gaan erin mee of niet. En studenten die vragen dat aan ons. Dus dat zijn andere businessmodellen dan die je ook kan aanbieden, waardoor dat je de markt natuurlijk in Nederland ook kan vergroten. En we knippen de recruiter er dan uit, hè? We kunnen opeens, weet ik veel, hoeveel profielen genereren zonder ooit een recruiter ertussen te hebben. Ja. Is daarmee het buitenland een beetje geparkeerd? Dat je zegt, goh, laten we... Voor dit jaar wel, voor volgend jaar niet. Ondanks dat we wel net een deal hebben binnengehaald in Thailand, Zuid-Afrika, Bali en Qatar. Ja, toeval. Eigenlijk, maar dat zijn dan universiteiten die zich melden? Ik mag de naam niet noemen van de Nederlandse klant, maar het is een Nederlandse klant die daar ook locaties heeft en daar ook gaat uitbreiden. Okay. En dus we groeien eigenlijk met onze klanten daarheen. Want het was helemaal niet dat we op die landen hadden gefocust of zo. Mm-hmm. Dus dat is een beetje natuurlijk gegaan. Dat is wel een heel mooie manier. Ja. Ja, hebben jullie inmiddels concurrenten? Want dat zie je vaak. Hè? Als één partij succesvol een markt ingaat, dan gaan anderen denken, oh, dat kunnen we ook, dat kunnen we beter. Niet, we hebben geen concurrenten die doen wat wij doen. Wat we wel merken is dat we concurreren met... de eigen organisaties die zelf een app hebben gemaakt, die vaak ook in de basis goed werken voor studenten. En we merken dat we af en toe concurreren met de grote systemen die al 25 jaar in onderwijs zitten. Een beetje monopolisten zijn dat. Ja. Die ook een app gaan aanbieden. En heel eerlijk, we hebben daar nog niet heel erg veel last van, omdat we ons heel goed kunnen onderscheiden. Maar we moeten het wel uitleggen. Ja. En dat hoeft er eerst niet. Dus dat is wel een verschil. Dus dat zou je wel als zodanig kunnen betitelen. En een andere strategie, je zegt meer functionaliteit toevoegen. Die app wordt steeds meer een personal assistant. Dat wordt gebruikt hier volgens mij net. Ja. Kijk je ook naar aanpalende sectoren? Ik heb toevallig een dochter die zit op de middelbare school. Ja. Die hebben ook allemaal een app. Dat, volgens mij gebruiken zij SOM op die school waar zij zit. Dat SOM of Magister, dat soort dingen. Dat is ook zo'n app met je rooster en je huiswerk en je cijfers en ziekmeldingen. Dat is eigenlijk precies hetzelfde natuurlijk. Ja, we zitten er nu wel naar te kijken. Ja. Het is wel echt een andere klant. Wij hebben natuurlijk contracten met onderwijsinstellingen, dus je praat ook over kleinere scholen. We zouden een ander model moeten gaan. Ja, precies, een andere manier van funding. Dus, maar we zijn nu wel serieus dat aan het bekijken. Waarom? Omdat we zien dat de apps die daar nu draaien, wij denken dat we dat veel beter kunnen. Ja. En daar zijn we wel serieus nu aan het beoordelen. En mag ik nog een vraag stellen over die investeringen? Want ik weet niet of je bij ons zei of dat ik het tegenkwam online. Dat je zei van ja, een investering ophalen is voor ons geen businessmodel. Hè, dat is geen doel. En dan vraagt Roeland aan jou van het geld. En dan zeg je ja, het meeste geld staat op de bank. Ja. Ja. Oftewel, is het toch een businessmodel voor je geweest? Want waarom staat het anders op de bank? Nee, het is geen businessmodel voor ons geweest. De strategie is gewijzigd. Dus je wordt soms ingehaald door de realiteit. En ik ben een tijd even fysiek uit geweest, dus ik had eventjes wat gezondheidsproblemen. Mm-hmm. Dat had ook impact op de strategie. Waren we nog een stuk kleiner, dus mijn aandeel in het bedrijf mijn stempel was groter. Ja. Dus de strategie hebben we toen gewijzigd en gezegd van nou, we zien hier zoveel waarde nog in Nederland die we kunnen halen en kunnen brengen.
laten we daar ons even op focussen. En het buitenlandavontuur, we hebben jongen ook in dienst hoor, voor het buitenland. Dus we hebben een Brit in dienst, die woont in Amsterdam en die doet voor ons de zaken in Engeland. Dus we hebben, maar het staat op een lager pitje dan dat we een hele organisatie inrichten in de UK bijvoorbeeld. Ja. Dat hebben we niet gedaan. Dus we zijn dat wel maar op ons tempo eigenlijk aan het doen. Dus het is geen business model. Kijk, want een business model zou betekenen dat wij het nodig hebben om te blijven bestaan als bedrijf. En dat is niet het geval. Nee, dat is mooi gezegd, maar het... Als ik de quote van toen naar voren haal, verbaast het mij dat jij zegt van we hebben geld opgehaald om op een bankrekening te zetten. Want daarmee heb je dus een deel van je aandelen aan een ander gegeven waar je toen, in mijn visie, geen fan van was. Dus waarom hebben jullie dit gedaan? Nee, maar wij hebben niet het geld opgehaald om het op een bankrekening te zetten natuurlijk. Dat was helemaal niet de... Maar waarom staat het dan op die bankrekening? Nou, omdat we de strategie gewijzigd hebben. En wat is die strategie geworden? De strategie is geworden, we willen eerst nu King of the Netherlands zijn, zoals we dat noemen. Dus dat betekent voor ons dat we 700.000 gebruikers willen krijgen. Dus dat is nog ongeveer 10-12% erbij. Voordat we naar het buitenland gaan. Plus daarbij dat we ook vonden dat de organisatie dus nog niet sterk genoeg was. En jullie investeerders, want die heb je binnengehaald op dat buitenlandverhaal. Ja, onder andere, ja. Die zijn daar mee akkoord gegaan, dat jullie dat nog even uitstellen. Zeker, ja, we hebben heel kritisch gekeken naar die investeerders. Ik snap wat je bedoelt, want we hebben met eigenlijk alle venture capitalists, early stage, whatever, wat je allemaal hebt, hebben we mee gesproken. En niet één paste bij ons, vonden wij. Waarom? Omdat we heel erg sterk het gevoel hadden dat de mensen in deze gesprekken anders waren dan hoe ze zouden zijn... Als je daadwerkelijk als aandeelhouder had. Ja. Dat hoor je wel vaker. Dat was één verhaal van een... korte anekdote dan. Eén verhaal van een founder van een start-up, een vriend van mij die ik goed ken. Die zei, nou, we hadden de investering opgehaald en na een jaar komt de investeerder naar ons toe en die zegt, we willen heel graag dat je deze commercieel directeur aanneemt voor dit salaris. En dat was een astronomisch bedrag. Nou, zei die founder, dat gaan we niet doen. Dat kun je niet betalen. Nou, lang verhaal kort. Die investeerder net zo lang gepusht dat hij zei van, ik heb een veto, je gaat het nu doen. Nou, bijna tot aan de rechter aan toe is die relatie zo ontzettend verstoord tussen die investeerder en die start-up, dat daar bijna geen werken meer aan is. Nou, dat soort verhalen hoorden wij heel veel. Dus toen hebben we gekozen voor een angel-investeerder, de familie Kaan. Heel blij mee, een hele andere manier van zaken doen. Een echte ondernemer, weliswaar in een hele andere markt, hè, in de Cool Cat en America Today. Ja. Wat op zich niet zoveel affiniteit met ons product heeft, maar de ondernemer en de mensen om hem heen, zijn zoons, die pasten heel goed bij ons. En die stonden er exact zo in als wat ik net zei. Als je je strategie verandert of je ziet dat je daar iets in moet aanpassen, dan moet je dat doen. Want de ondernemer, die weet dat. Die heeft dat, in zijn geval heeft dat al regelmatig meegemaakt. Ja. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Die staat daar 100% achter. Ja. Ja. Dus dat is een heel ander zeg maar, oogmerk. Hè? Een VC die binnen 3 jaar een weet ik veel, X rendement moet halen. Ja. En een echte langetermijn partner. Ja. Wat heb je van dat traject geleerd? Nou, van het traject heb ik vooral geleerd is dat je mensen niet op hun blauwe ogen moet geloven. Dus ik heb echt geleerd om de verhalen te checken. Bij start-ups die met ze in zee zijn gegaan. En ja. Jongens die gewoon eerlijk tegen mij durven zijn. Dus zonder het genot van de biertje. Ja. En dan hoor je wel de verhalen naar boven komen. En dat heb maar ik ervan geleerd. Maar dat is wel heel moeilijk. Want je weet het natuurlijk altijd pas in de praktijk. Het is ontzettend moeilijk om het in te schatten. Dus ik denk dat we nu ook dat we een beetje geluk hebben gehad hoor, met de huidige investeerder. Als ik heel eerlijk ben, is dat een beetje makkelijk lullen. Daar hebben we geluk mee gehad. Want je weet het eigenlijk niet van tevoren. Niet goed. En jullie zijn natuurlijk begonnen bij Startup Bootcamp. Heb je er vorige keer ook wat over verteld. Ja. Dus die hebben ook een aandeel. Want dat is onderdeel van hun model. Ja. Heb je nu in de huidige situatie nog wel het gevoel met je co-founder en die nieuwe directeur dat jullie helemaal in control zijn? Of is je leven echt veranderd? Nee, wij zijn helemaal nog in control. Ja. Ja, ja. Dus Startup Bootcamp is wat dat betreft ook een hele stille vennoot. Ja, stille aandeelhouder. We hebben ook maar een klein percentage natuurlijk. Ja, Ruud is wel Ruud Hendricks is wel echt een vriend geworden. Oké, okay. Blijft ook betrokken dan? Heel nauw betrokken. Ja, en wat voor vorm is dat gevormd? Coaching, netwerk. Ja. Meedenken. Maar ook geformaliseerd, zit in de raad van... Raad van advies. Dus in onze raad van advies zit nu Ruud, Roland, Tom Mulders van Google en Alan Greenberg van Apple. Oké. Okay. Dus een hele... Die is voormalig directeur Apple Education wereldwijd.
Dus die hadden we aangetrokken in het kader van de vorige strategie. Ja. Het is aangetrokken, ik kwam hem tegen via een handelsmissie. En een enorme goede klik mee. En die is uiteindelijk... ze krijgen geen aandelen trouwens, als je, tenzij je investeerder bent. Maar Tom en Ellen hebben dat niet. Het is gewoon een echte raad van advies. Ja. En Tom is een Nederlander en die woont in Silicon Valley. En die werkt al nu een jaar of 10 voor Google. En die is daar hoge man bij product development. Ja, die heeft natuurlijk zo'n groot netwerk. Dus het gaat om ook als je je product wil schalen en IT-mensen die mee kunnen kijken met onze developers. Ja, daar leren wij heel veel van. Dus we zijn heel trots dat we dat soort mensen om ons heen hebben. Ja, klinkt dus heel mooi. Ja. Hey, je zei het, dus we hebben voor nu even gekozen om zeg maar, Nederland nog een groter deel, deel van de taart, van de koek te pakken. En pas daarna serieus het buitenland in te gaan. Als je het over... we hebben hier regelmatig over partijen die vanuit Nederland naar het buitenland willen of andersom. Cultuur is altijd zeg maar het woord wat we dan tegenkomen. Hè? Van, we dachten dat we naar Duitsland konden gaan, dat is een buurland. Maar de cultuur blijkt heel anders te zijn. We dachten, we gaan naar Engeland, maar cultuur is heel erg anders. In jullie sector, in de onderwijssector, hoe belangrijk is cultuur daar als je naar het buitenland wil uitbreiden? Wat we nu zien, heel belangrijk. Echt heel belangrijk. je hebt bijvoorbeeld in Engeland een heel ander model. Nou, een slokje nemen, jongens. Ja, neem jij een slokje. Ik snap dat je ook geëmotioneerd raakt van die vraag. Dus, ja, hele mooie vraag. echt een... Dan moet je dat zeggen. Als je Amerika gaat, moet je dat zeggen. Ja. Goeie vraag. Ja. Goeie vraag. Ja. Nee, een heel ander model in de zin van in de cultuur. Kijk, sowieso de zakencultuur, bijvoorbeeld, laat ik Engeland als voorbeeld nemen, is echt heel anders. Mensen zeggen niet wat ze denken. En ik ben ook niet geschikt om daar zaken te doen. Ik zeg vaak wat ik denk. Ja. En we hebben daar een jongen voor in dienst genomen. Echt heel belangrijk. En die snapt de hints tussen de lijnen. Ja. Of tussen de zinnen. En in Duitsland wat we daar merken is dat men trager is. En het moet ook wel zeggen dat Duitsland behoorlijk verachterloopt. Hoor, als je naar de automatisering kijkt. En of internet, digitaal in het algemeen, toch? Ja, dat viel me wel op. Ook gewoon in de topsteden, dus München en Berlijn. Ja. Berlijn toch echt een wereldstad. München trouwens ook. Als je kijkt wat daar zit met Mercedes en noem het allemaal maar op. Ja. Zou je toch zeggen, BMW, zou je toch zeggen dat daar... Maar bij de universiteiten, dat gaat nog echt met papier. Dat de docent afwezig is. Ja? Hangt op de klaslokaal. Oh, ja. Professor is afwezig vandaag. Ja, dat zie je dan nog. Ja. Cultuur is inderdaad een heel belangrijk ding. Maar cultuur is ook een heel belangrijk ding in het bedrijf zelf. Dus als je groeit, de cultuur in je bedrijf weet het houden, dat heb ik ervaren als een van de moeilijkste dingen. Ja. Om die erin te houden. Tot nu toe, dat vond ik vorige keer het leuke ook van jouw verhaal. De hele bewuste keuze om te bootstrappen en organisch te groeien. ondanks het feit dat je een investering hebt, die staat nog op de bank, omdat jullie nog niet aan de strategie zijn toegekomen die daarbij hoort. Als je hier nou over 2 jaar weer zit, waar staan jullie dan? Dan zijn we in ieder geval, hebben we onze doelstelling bereikt, dat wij zeggen King of the Netherlands. Ja. En dan denk ik dat we al in... Het is een beetje afhankelijk van hoe hard de groei gaat in die landen die ik net noemde. Maar ik denk dat we wel in Engeland en Duitsland... Ik hoop eigenlijk Engeland en Scandinavië. Dus ik denk, daar is men behoorlijk ontwikkeld, dus zou onze makkelijke entry zijn. Dat we daar wel een voet aan de grond hebben gekregen. Maar wij zitten in een hele trage markt. Ja. Dus in de zin van onze lead times, die zijn gewoon een jaar. Ja. En dat is in dus Nederland. Dat gaat gewoon niet zo snel. Dus dat gaat gewoon niet. Dus we zitten per definitie in de lange termijn. Maar dat is ook helemaal niet erg, toch? Dat is hartstikke leuk. Je kan echt iets bouwen. Het is geen pak melk wat je verkoopt. Nee, want dat vond ik het leuke van het vorige gesprek. Het spreekt mij ook altijd heel erg aan als contrast. We hebben natuurlijk heel veel starters van tafel. En het is allemaal groei, groei, groei. Snel. Dat heeft ook te maken met de funding en de investeerders die dat graag willen. Ik zeg vaak daar tegenover, wat is er eigenlijk mis met een leuk bedrijf met 20, 30 mensen goede boterham verdienen, met een hartstikke leuke markt, je maakt studenten heel blij als je het goed doet. Er is helemaal niks mis mee. Nee, toch? Ja, het is heel erg afhankelijk van de ambitie en de onrust bij de founders. Ja, dus onrust, dat is het woord. Want ambitie, als jouw ambitie is om... Je eindgebruiker zo tevreden mogelijk te maken. Ja.
ja, daarvoor hoef je niet per se naar verre buitenlanden natuurlijk. Nee, nee, zeker niet. Het is onrust. En het is ook wel druk van buitenaf. Dus wat je zei, ja. Je noemde investeerders, coaches en mentoren. Ja. Ik heb op een gegeven moment een keer een tip gehad van Ruud. Die zei van, joh, listen, take the best and leave the rest. Ja, dus luister, pak er dat uit wat je kan gebruiken en laat alles de rest, wat je als dat gratis advies krijgt. Je krijgt zoveel adviezen natuurlijk. Ja. Dat je op een gegeven moment denkt van, ja, als ik dit doe en dat doe, dan ga ik... Ja, dat past niet. Ja. Dus dat is wel een ding wat je dan ook wel leert. En simpelweg zelf ouder worden en ervaring hebben. Ik ben nu net 30 geworden, dat helpt ook. Oude man. Echt, hè? Ja. Ja, zo voel ik het ook een beetje. Ja. Snap ik? Had ik ook toen ik 30 was. En dan blijkt het daarna gelukkig toch nog een klein beetje leven over te blijven. Heel ontzettend bedankt. Kom over een tijdje weer praten, want wij vinden het, zoals gezegd, heel leuk om de vervolgverhalen te vertellen. We danken jullie voor het kijken. We danken Jetstream voor de livestream. Freedom Lab voor de gastvrijheid in deze locatie. Bier & Co. In ieder geval voor mijn biertje, die van jou ook. Jubilair hoort hierbij op de Arsenaal? Ik denk het niet. Ik denk niet. Het is wel heel lekker. En Peekie R voor de hosting van de website. Kijk je live, blijf kijken. Kijk je on demand, dan weet je dat je ons complete archief kunt terugzien. Dankjewel. Dag. Dankjewel.